de nostalgie en de romantische kant van het leven van vroeger tegen die veenachtergrond, en die is ook wel toch wel de slechte sociale achtergrond, dat dat op zich een goed verhaal is om te brengen. Maar als je vraagt aan wie je het wil laten zien, ik denk dat wij aan de mensen uit het westen of uit andere delen van het land in het algemeen, die ons bezoeken, dat eigenlijk helemaal niet hoeven laten zien. We moeten het laten zien aan de mensen uit dit gebied. Wij zijn er niet trots op. Dat is het probleem. Ja. Ik heb ooit een interview gedaan voor een boekje wat de koningin zo kreeg aangeboden, geloof ik. En de interviewer had een beetje dezelfde insteek. Dat vind ik koloniale verhaal en die bescheidenheid, waar komt dat vandaan? En ik wilde dat heel goed uitleggen. En na drie woorden zei hij, nu doe je het zelf. En ik kom ook uit dit gebied. Helemaal gegroeid, toen was allemaal alles zand. Yeah. Ja, het was eigenlijk maar een beetje een sloot. Een rechte sloot of zo. De hele veenkolonie eigenlijk recht toe, recht aan. Ja. Ik had het idee dat er zelfs hier libellen aan het vliegen zijn. Dat, tenminste, ik zit er zo'n paar keer. Ja. Het is voor libellen een feestroute geweest. Ja. Ik heb echt nooit in mijn leven zoveel libellen gezien als op dat stuk. Ik zie dat. De aardappels. Yeah. Die bloeien ontzettend een belangrijk gewas voor deze regio. AVB is natuurlijk de grote afnemer van de aardappelen. En de aardappelen hebben hier natuurlijk wel opgang gemaakt nadat het verveend is en de grond ontgonnen is en geschikt gemaakt is voor de landbouw. En natuurlijk de zetmeel aardappelen, een van de gewassen die hier in deze regio geteeld werden. En suikerbieten, hè? Ja, en suikerbieten. Ja, ook de suikerbieten. Daar word je toch even stil van, hè, van zo'n stroomwater. Ja, en vooral die opname die je net van boven zag, is natuurlijk schitterend. Als je zo langs de Berkenrode rijdt, dan zie je het bijna niet. Hè. Maar je moet echt zeggen, als je daar met mensen komt, je moet daar kijken, daar is de runde. En als je er dan langs loopt, ziet het super mooi uit. Maar het is nog redelijk onbekend, hè. Het wordt wel steeds bekender. Het is ook jammer dat nu dat overal een fietspad al langs loopt. Ja, ik hoop dat het ook in de toekomst mooi blijft. Als je al die verhalen, al die plannen leest en hoort van de windmolens die ze in het Rundeveen willen plaatsen. Ja. Ja. Dus dat samen tekenen en zo, dat was het geluk dat iemand als Piet Ziel, die vond dat echt geweldig om zo die bevolking af te gaan. En die, wat die niet aan dagen en nachten extra gedraaid heeft. Precies, dat is ongelooflijk hoor. Dat is ongelooflijk, ja. Hè. Dus ja, en Harry die was nooit te beroerd om dan er ook weer bij te komen zitten. Dus ja, dat zijn toch mensen joh. Ja, maar die moeten dat ook blijven dragen en niet als er wat weerstand is meteen afhaken. Hè. Gewoon zeggen. Ja, want er is natuurlijk weerstand. Het is nieuw, dus is er weerstand, zal ik dat maar zeggen. Hè? Dat gaat voor heel veel projecten. Ja. Maar ik denk dat je dan uiteindelijk op een soort diep menselijk moment terechtkomt. Van, mensen hebben neiging om, ook al is het lelijk of is de situatie moeilijk, hè, om een manier te vinden om tevreden te zijn met het leven. En dat is heel belangrijk. En dan kom je als buitenstaander en dan kijk je naar die wereld en dan denk je, ja, maar dat kan echt met weinig inspanning ontzettend veel aangenamer en beter. En, maar dan moet je door dat moment van
zelftevredenheid als een vorm van zelfbeschermingsmechanisme, ja, moet je doorheen breken. Ja. Dat zijn best pijnlijke. Even uit de comfortzone halen. Ja, dat zijn best pijnlijke processen natuurlijk. Ja. Ja, hier om die bocht, daar heeft u vloers hier nog in. Ja, verder en verder op. Verder op, ja. Dat is die bocht die er is, hè. Ellen Thierry. Ze staan er. Ach, wat groot. Ja, dat is een echte herrenkerel. Schei uit. Die kleine rottige dingetjes. Is mooi bijgehouden trouwens. Valt mij mee. Ik had er een zwaar hoofd in. Maar dit wordt door Schottenzaten bijgehouden. Hè? Dat is een goede keuze dus geweest, want dan kun je afrekenen. Zie, en dat is ook succes, hè? Ja, 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 die fruitboom. Die fruitboom, jongen, als die 30 is dat ook, hè? Ja. Maar wie zijn er nog, een stuk of 6, 7 zijn er nog bij hier, zo. Wie komt er nou nog bij te staan? Ja, van 30, hè? Ik ben wat dood gewoon. Leefbaarheid in het gebied, dat was eigenlijk iets wat met name vanuit de gemeente Emmen natuurlijk een belangrijke rol speelde. Het is met name dan dat ze hebben geprobeerd, denk ik, de recreatie te ontwikkelen en daaruit wat meer geld te genereren. Dat is dan zeg maar vanuit die gemeentelijke politiek, volgens mij werkte dat daar zo. Maar het is natuurlijk ook voor de mensen zelf die daar aanwonen, die betrokkenen, is het natuurlijk mooi dat je zoiets krijgt. Nou, dit is een huisplaatsje op een gebied de ronde van de Wilde Foksel. De vier huisplaatsen wat ze hier in het gebied destijds heeft afgespeeld. Een meisje wat met schip laden met turf genoemd is. Dat is, dat was de eerste voorzitter van de vereniging. En er zit nog een gedenksteen van Smit Erikens. En van de eerste bewoner van dit gebied? Ja, zo ver weer terug van ja. Turf en gedenksteen van maken. Barls, dat was de eerste bewoner van dit gebied. Ja. Het gebied is Foksel. Ja, die woont aan het Oving hier. Ja? Ja. Waar is hij hier gewoon wonen? Oh, dat is het. Nee, maar. Dat is zo bijzonder terug. Dat is, En het mooie van alle planten en alles wat aan de kant groeit, dat is niks aanpoot, dat is allemaal uit zichzelf, is dat er weer allemaal weer uitgekomen. Dat heb ik verborgen nog van de kiezen. Toen ze op een gegeven moment begon te groeien met die randen, nog geen 14 door noden, toen kwam drie dat van de handen. Ja. Gaat het proberen uit te komen. Dat hebben ze nog niet gedaan, hier en daar een plankje neergelegd. Oh, je gaat zwemmen. Nou, zie je eens even wat dat. Oeh, die kleur. Het is echt van het veenwater. Dan kom je waarschijnlijk helemaal bruinig ook eruit. Al die. En is helemaal niet in het dorpsgezwest om snorkelen en duikbril er al om onder de brug te komen. Maar dat was het punt, want die brug die bent te laag aangelegd. Er was toen in die. Er stonden kano's onder de deur. Ja. En op een gegeven moment, toen zei ik tegen mij van. Verhuur je ook kano's? Ik zei, nee, we verhuren dan dukbrillen en snorkels. Ik zei, van die bruggen die zonder met boog heen komen, als je hem toevallig net op een katrein legt, dan mogen we naar moeten mogen snorkels en zo verhuren natuurlijk. En toch zie je dat het water behoorlijk helder is. Mooi, hè? Mooi, ja, het wordt weer schoon. Het is wel schitterend dat het allemaal zo is aangelegd.
natuurvriendelijke oever. Van de week was ik hier aan het werk, of vrijdag was ik hier aan het werk. En er kwam een hele ploeg fietsers kwam eraan en die staat hier af. Ze zeggen, wat hebben jullie toch al moeilijk gebied hier? Ja, ja dan, dat zeg je wel wat natuurlijk. Hè? Je bent echt zo'n soort militair die het land opkruipt. Ja, maar die oppervlakte die door zit, die door die boomstijd aan die Wipolen toen, daar hebben we toen in die tijd hebben we door eigen soorten overgooid laten. Dus dat zal al in de loop die jongen, zal dat zeg maar ontwikkelen, want dan ga je niet kapot natuurlijk. Ja. En als die gewoon verschrolt, dan komt het wel op, zeg. Ja. Die bruggen, ja. Ik zal niet hardop zeggen wat ik denk bij het maken van die bruggen, want dat was ook wel, wat hebben we daar een ellende mee gehad. Om die wit te krijgen en jongen. Technisch gezien gewoon. Ja. Je had natuurlijk de aannemer die het zo goedkoop mogelijk wilde doen. En, ja, wij wilden er ook iets neerleggen. Maar toch, Jeroen, ik wil er wat meer leed mee brengen dan hier aan de. Ik wil er nog wat van hoe heet dat spul nou? Van die lampjes in hem, weet je wel, van die brem. Op die bult, zo nou en dan op een bult, zeg maar, even een brem neerzetten. Dat er wat meer als het droog in geeft, dat er dan meer leeft. Hè? Eigenlijk, als je dus langs de runde gaat, dan vind je in elke kamer, in elk gebied, vanaf de Rabel tot aan Zwarte Meer, een ander gebied, een andere landinrichting.